Met een forse kick van Isaacs begon in Hilversum de rugbywedstrijd tussen een ploeg van Zuid-Afrikaanse kleurlingen en het officieuze Nederlandse vijftiental dat de naam Impala's voert. Nu was de naam van deze antilopensoort eigenlijk meer van toepassing op het Zuid-Afrikaanse team, dat namelijk een geweldige snelheid toonde. Nu en dan onderbroken op de bij rugby gebruikelijke wijze, maar vaak ook niet te staken. Uit de wijze waarop de donkere spelers hun tegenstanders wisten te ontlopen, viel voor de Nederlanders veel te leren. Wat trouwens ook de bedoeling was van deze vriendschappelijke ontmoeting. In de eerste speeltijd bouwde het Zuid-Afrikaanse team een voorsprong op van 16-10, door de bal vele malen achter de Nederlandse doellijn te drukken. De Nederlandse aanvallers werden vaak vakkundig in de grond geboord. Coach Van Reenen, die optimistisch is over de toekomst van de rugbysport in Nederland, zag zijn Impala's vele malen vloeren. Maar aan de goede stemming in het veld deed dat geen afbreuk. In de tweede helft leek het er een ogenblik op dat Nederland kansen had op de overwinning. De ploeg nam zelfs een voorsprong van 21-19 door uitstekend en snel spel, dat mogelijk gestimuleerd werd door de vurige aanmoedigingen van het publiek. Eén van de Nederlandse doelpunten uit die periode hebben we vertraagd in beeld gebracht. Waarbij overigens blijkt dat er aan de techniek nog wel wat geschaafd zal moeten worden voor het Nederlandse rugby internationaal zal kunnen meetellen. Het werd tenslotte, ondanks goed tegenspel, een 28-23 overwinning voor het Zuid-Afrikaanse team.